Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Sinds december is Alfse Boys zo wisselvallig als het weer. Goede optredens worden afgewisseld met slechte. Overwinningen met gelijk spelen en verliespartijen. En dus hebben de Alfenaren hun lot als het gaat om de titelstrijd niet meer in eigen hand. Maar er zijn nog altijd wel uitzichten op periodekansen. Hollandia op bezoek, dat is de koploper. En dus moet Alfse Boys aan de bak. Het begint in elk geval veelbelovend met hier de mogelijkheid voor Cem Shaheen. Die zijn inzet van richting ziet veranderen. Arjen Ouwendijk begint op de bank bij Alfse Boys. Hij heeft zijn vertrek aangekondigd, gaat naar ARC toe. En ook deze man verlaat Alfse Boys komende zomer. Aanvoerder Bas van Soest, die net naast kopt, gaat zijn geluk beproeven in het zaterdagvoetbal bij Sportlust 46 in Woerden. Een uitbraak van Hollandia en daar komt ook de 0-1 uit voort. Het is Sven Deen die scoort. Dat doet hij al voor de vijfde keer dit seizoen. De nummer 10 van de bezoekers uit Hoorn die vrij wordt gelaten en met een schuine schuiver Tim van der Linde passeert. En dat is een tegenvaller voor Alfse Boys, wetende dat Hollandia de minst gepasseerde ploeg is. En dus wordt scoren nog een lastig verhaal, maar dat geldt niet voor Hollandia. Want die ploeg komt zelfs op 0-2. Minder dan 3 minuten later is het Bart Split die de voorsprong voor Hollandia verdubbelt. Mooi schot met links, buiten bereik van der Linde. En het is de 6e van het seizoen voor Split. En zo lijkt het voor Alfse Boys een dramatische zaterdagavond te worden. En dan kan dit er ook nog wel bij. In deze gure omstandigheden. Keeper van Hollandia zit mis en dan komt Amponger net niet aan. Claimt hij een hensbal. Dan krijgt hij geen gehoor van scheidsrechter Michael Eigelsheim uit Oorschot. Kees Piertol gaat voor eigen succes. Dat hadden twee van zijn ploeggenoten liever anders gezien. Als Ouwendijk weer zijn opwachting maakt, deze keer als invaller. Vertrekt samen met Linho Martins om bij buurman ARC te gaan voetballen. Shaheen met een schot dat opnieuw wordt gekraakt. 2 weken terug won Alfse Boys nog met speelsgemak. Van MSC Meppel werd het hier 8-1. Maar dit is andere koek. Kees Piertol maakte 4 goals in die partij. Maar hij kan nu het net niet vinden. Hollandia trekt de overwinning over de streep. Hein van Heek geeft de felicitaties aan zijn collega Anand Jagdeusing. Maar het is een nederlaag die op basis van het speelbeeld niet nodig was geweest voor de Alfenaren. Als je alleen de tweede helft hebt gekeken, zou je niet zeggen dat je met 2-0 verloren hebt. Nee, maar ik denk als je de eerste 25 minuten ziet, idem dito. En dat zei die trainer ook. Hij zegt, we hebben een kwartiertje de ruimte gehad om te voetballen. En in dat kwartiertje scoren ze 2 keer. En moet ik zeggen dat wij te weinig gecreëerd hebben om zelf doelpunt te maken. Maar je geeft het in 5 minuten weg. 2 doelpunten achter elkaar. De weersomstandigheden, weet je, dat is niet een excuus, maar die gaan uiteindelijk ook meedraaien. Ja, ze staan 2-0 voor. Ze gaan natuurlijk inzakken en compact houden. En dan moet je uiteindelijk de gaatjes zien te vinden. En die hebben we vandaag niet gevonden, zeg maar. We laten het af en toe even afweten in een paar minuten. En dan wordt zo'n wedstrijd beslist. Dat was, 2 weken geleden was dat ook zo. Of 3 weken geleden was het ook zo hier. Dat we verloren van VOC. Hè, dan waren we ook even een paar minuten niet goed in de wedstrijd. En, wat is dat dan? Even niet thuis zijn? Ja, ik weet het niet. Kijk, we wisten dat gevaar vanaf de jongens, lopende jongens vanuit het middenveld komen. En we pakten het in het centrum en vanaf de zijkant niet goed door. We dekten door op middenveld vanuit achteruit. En ja, die jongen die kon er zo overheen diep gaan. En, die maakte mooi af, diagonaal. De tweede goal kon Breit hem niet houden. Die jongen die is... kon vrij voorgeven. Ja, rond 16 staan er 2 vrij om in te schieten. Al jarenlang bij Alfse Boys, maar volgend jaar niet meer, Arjan. Nee, dat klopt. Heb je goed gelezen? Ja. Nou ja, ik denk dat er tijd is voor een nieuwe stap. En dat denk ik dat individueel voor ons beide is. Dat je soms wat aan wat anders toe bent. En dat is in mijn geval het zaterdagvoetbal vooral. En ja, daarin is ARC denk ik, ook al ligt het hiernaast en misschien... klinkt het wat raar voor mensen, maar een mooie stap voor mij denk ik, omdat ik daar veel mensen ken. Het speelt zaterdag hoofdklasse, doet goed mee daar in de hoofdklasse, dus ik denk dat ik daar wel een steentje bij kan dragen. Voor jou ook naar zaterdag dan, Bas?
Ja, dat klopt. Ik heb voor Sportlust gekozen. En ja, wat Arjan terecht zegt, is het denk ik voor mij persoonlijk na 13 jaar ook goed om eens ergens anders te gaan kijken. Ja, je bent eigenlijk niks anders gewend dan hier en altijd met plezier gedaan. Maar ook altijd wel de voorkeur voor het zaterdagvoetbal gehouden. En ja, ik ben heel blij dat ik bij Sportlust kan gaan spelen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.